Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben vanmiddag even met mijn moeder op pad geweest. Ze waren even naar de Action en zijn even naar het centrum geweest. En ja, natuurlijk heb ik weer wat dingen gekocht. Nou ja, natuurlijk. Ik koop vaak alleen maar dingen die ik echt nodig ben. Of voor mijn zoontje vooral, nu ook weer. Ik heb ook wat speelgoed voor mijn zoontje gekocht, maar dat staat allemaal beneden natuurlijk. Maar ik heb ook nog wat anders voor mijn zoontje gekocht. En dat heb ik wel hier, dus dat kan ik wel laten zien. Maar ja, laten we gewoon gaan beginnen. En ik begin bij dit mooie polootje. Ik zag deze bij de Vibra en ik dacht, die kleur is geweldig, maar er staan bootjes op. En ja, als er iets is waar onze hele familie helemaal weg van is, dan zijn het wel bootjes. Wij staan ook op een camping en daar hebben we de boot recht voor de caravan. En gewoon top. Dus vandaar dat ik die heb meegenomen. Deze was, als ik me niet vergis, hoeveel kostte jij ook alweer? Volgens mij 7 euro. Dan heb ik zo'n bakje gekocht met 3 bakjes. En dit is zo handig voor de zomer. Deze was 1,80 euro. En dan kan je dus gewoon als je weggaat of wat dan ook, of op de boot gaat, in mijn moeders geval dan. Maar bij mij gewoon, stel we staan buiten en we zitten buiten, mijn vriend en ik, en we hebben watermeloen of zoetigheid. Dan kan je gewoon de deksel erop doen. Dan heb je geen last van wespen. En ik heb hem ook nog in een slag groter gekocht met een middenstukje. En deze was 2,30 euro. En die kan je dus ook gebruiken. En toen zei mijn moeder, dan kan je hier een sausje in zetten. En ik dacht, oh ja, is ook zo. Gewoon van dat heksenkaas heb je dan. En daar kan je dan van die stokjes of zo bij doen. Ik dacht, ja, ik neem gewoon 2 mee. De combinatie is ook super mooi. En er was ook een mintgroene. Dus bedenk die hier even bij, hè. Amazing. Dan heb ik voor mezelf, ja, het eerste ding wat ik onzinnig heb gekocht. Namelijk zo'n pop-it ding. Of onzinnig. Ik vind het echt zo rustgevend dat je dit zo kan ploppen. Wacht, ik word er helemaal rustig van. Ik weet niet. Ik word daar heel rustig van dat geplop en gedoe. En ik kan dat echt heel lang doen. Dus als jullie daar ook rustig van worden, laat het me weten. Dan kan ik misschien een ASMR filmpje opnemen met geluidjes en zo. Dus let me know, maar ik heb dat dus gekocht. Ik wou er al heel lang in en nu heb ik hem gekocht. Die komt namelijk bij de Big Bazaar weg en die was iets van 1 nog wat. Dan heb ik dit gekocht. Face Massage Globes. Die zijn heel populair. Als je ASMR video's kijkt, dan ken je ze al helemaal wel. Maar ik heb ze dus gekocht omdat ik dus een keer ergens heb meegekregen of heb gelezen. Dat dit dus heerlijk zou zijn voor mensen met hooikoorts. Ik heb natuurlijk hooikoorts. En vaak zijn s'avonds mijn ogen ook echt kapot. Dus dan kan je ze gewoon eventjes in de koelkast of zo leggen. En dan kan je ze dus eigenlijk zo over je gezicht en over je ogen rollen. Dus ik vind het zo fijn. Ik kan hier zo rustig van worden. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb dat echt. Dus die ga ik dan aan de kant leggen voor van de zomer. Zodat ik ze dan in de koelkast kan zetten. En dan even gewoon mijn ogen wat rust kan vullen met kou. Dat is toch vaak wel heel fijn. Dus die heb ik gekocht. Ik weet zo hier de prijs even niet meer van. Misschien dat ik het bonnetje nog vind. Nee, vind ik niet. Want die heb ik niet gekocht. Die heb ik niet meegenomen. Ik dacht dat deze iets van 6 euro was. Dan, die heb ik bij de Big Bazaar weg. Heb ik dit bij de Big Bazaar weg. Mogu Mogu. Ja, ik weet niet. Ik dacht, ik zag het staan en ik had er ineens zin in. Dus ik dacht, ik neem het gewoon mee. Niks bijzonders. Dan zag ik bij de Action, zag ik de SOS Insect Gel. Ik weet niet of dit goed werkt. Maar ik dacht, als mijn vriend en ik dan hier in de zomer met z'n drietjes zijn. 3 voor 3 weken. En we worden wel geprikt waarschijnlijk. Want we gaan toch wel buiten zitten. Dan heb ik altijd dit spul. En dan kan ik even kijken van wat ik ervan vind. Dus ik dacht,
Die ga ik gewoon meenemen en kijken we hoe dat gaat. Dan heb ik voor mijn zoontje nog iets leuks gekocht. Namelijk een opblaasboot met dino's. Want we kunnen natuurlijk ook een zwembadje neerzetten buiten. Maar we kunnen ook gewoon een opblaasboot erin zetten. En daar een zwembadje van maken. Want dat vinden vaak kinderen ook super leuk. Gewoon een opblaasbootje met water. Echt het idee dat ze op een bootje zitten. En dan in het water. Ach, geweldig. Dus die heb ik voor mijn zoontje gekocht. Dan natuurlijk kan ik het nooit laten als ik verjaardagskaarten zie. Dus ik heb deze ook gekocht. En daar zitten verschillende soorten kaarten in. Ik vind dat ik heb daar altijd wat aan. En ik heb ook deze meegenomen. Daar zitten ook verschillende soorten kaarten in. En ik let altijd op dat ik ze niet al heb. Of niet dezelfde twee heb gepakt. Dan heb ik ook nog voor de uitzet wat geshopt. Dus zeker niet iets onzinnigs. Namelijk twee van deze mooie olieflessen. Ik ben heel erg, als ik kook of wat dan ook, van met olijfolie koken of wat dan ook. Dus als ik dan olijfolie heb, of een andere olie, bijvoorbeeld een knoflookolie en een olijfolie, kan ik dat heel mooi neerzetten in deze dingetjes. En het is van glas. Maar ik vind het echt amazing. En er zit een dopje op. En ik zag deze staan. En ik dacht, oh, helemaal perfect. Ook met dat zwarte. Mijn vriend en ik zijn nou eenmaal heel erg van het donkere interieur. En donkere dingen. En het komt overal wel weer in terug, zwart. Dus ik dacht, dit is echt perfect. En ook als ik het plaatje zie. Ik zie dit later al helemaal in mijn keuken staan. Dus daar heb ik ook twee van meegenomen. Waar ik ook voor de uitzet twee van meegenomen heb, zijn deze steekmessen en vorken. Het zit namelijk zo, ik zoek al heel lang van zulk soort messen. Maar elke keer als ik een messenset vind, dan, hoe zeg je dat? Dan zijn ze heel erg duur. En hier zitten dan wel ook vier vorken bij, wat dat jammer is. Maar goed, dat hoort zo, vind ik niet erg. Maar deze waren maar 1 euro nog wat, of 2 nog wat, of zo per stuk. Ik dacht, weet je wat, ik ga er gewoon voor. Ik neem ze mee, weet je. Dan kan ik dit van mijn lijstje afstrepen en klaar. Dus vandaar dat ik deze heb meegenomen. En er zitten dus 4 van die messen in die ik zocht. En 4 van die vorken. Maar dat is altijd handig om extra vorkjes te hebben of zo. Is niet niks mis mee. Dan heb ik iets gekocht voor het uitproberen. Namelijk van Betty's is dit citronella armbandjes. Dat schijnt dus te helpen tegen hoe noem je dit? Tegen neefjes. En deze blijft dus tot 5 tot 7 dagen goed. Kan je 5 tot 7 dagen dragen. Ook in het water. En ze zijn extra sterk van werking en geur en zo. Laat me weten of jullie dit vinden werken. Want ik heb geen idee. Dus ik heb 2 roze voor mezelf gehad. Ik dacht, ik ga ze gewoon proberen en kijken wat het voor mij doet. Of wat het misschien wel niet doet. En je weet natuurlijk maar nooit. Dan zag ik dit bij de Action van Spa Exclusives. Happiness is a Journey Shower Foam Cherry Blossom. En ik ben de laatste tijd heel erg weg van de cherry blossom geuren. En dit was een limited edition. Dus ik dacht, ik neem gewoon 1 mee. Alsof ik nog niet genoeg had. Ik heb hier veel te veel van. Maar weet je, die heb ik meegenomen. Ik dacht, ga ik gewoon een keertje ruiken proberen en doen. Dan heb ik voor mijn zoontje ook deze Mickey and Friends bath bomb gekocht. Dit is dus een soort van badbruisbal, maar dan in een blokje. En ik dacht, dat vind ik wel grappig. Dan kan je hem zo in het bad gooien. En dan, weet ik veel. Ik vind dat soort dingen altijd leuk. Het is niet per se nodig geweest, maar ik vond het wel leuk. Dan heb ik van Caribbean Bronze SPF 30 tanning lotion gezien. Ik heb namelijk die olie heb ik hiervan gekocht. Of ik weet niet of het hiervan is. Nee, dat is niet hiervan. Het lijkt erop. Maar dat is dus bedoeld voor een soort van after sun-achtig iets. Maar ik dacht dat je ermee in de zon kon. Maar dat had ik dus verkeerd gelezen. Dus dit is wel een zonder lotion met SPF 30. Dus dan kan ik dit gebruiken. En dan als after sun kan ik die andere gaan gebruiken. Ik heb hier ook wel een crème van. Maar ik dacht, ik neem deze gewoon ook mee. Je kan nooit zonnebrandcrème genoeg hebben, vind ik. Dus die gaan we ook maar proberen. Dan zag ik bij de Action dat ze van die spuitrol dingetjes, spuitzakken hadden. En altijd handig voor gevulde eieren maken of whatever.
altijd handig. Dus dit gaat gewoon bij de uitzet. En als ik het hier nog thuis nodig ben, dan kan ik hier zo een nieuwe pakken. En anders hebben we het later sowieso. Maar dat is zo'n handig iets. Ik ben er echt helemaal weg van. Dan iets waar ik nooit genoeg van kan hebben. Namelijk sheet masks. Ik heb hier de cherry, een hydraterende. Dan heb ik hier de pineapple, een brightening. En nog een hydraterende met grapefruit. En ik heb hier een, ja, met een soort van green tea-achtig iets. En dat is lekker verfrissend in de zomer. Dus die heb ik meegenomen. Dan iets wat ik ook al heel lang wil proberen, maar elke keer dacht, nee, ik vind het eigenlijk best wel duur, dus ik ga het maar niet doen. Maar nu toch heb gekocht, zijn de make-up remover pads. En hier zit dus ook een, ik weet niet of het dit tasje is waar je hem in kan wassen. Maar het zijn elk van die make-up remover pads. Die maak je dus een beetje nat, of je doet een beetje van dat spul erop. Tenminste, mits je ze open krijgt. Misschien ook handig dat kan. Als het kan. Nou, ik weet niet. Ze zijn in ieder geval heel zacht. Dus ik ben heel benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Ik krijg hem nu even niet open. Ik denk dat het komt omdat dit ding eraan zit. Maar ik zal straks even kijken. Maar die heb ik dus nu eindelijk eens een keer voor mezelf gekocht. Want ik dacht, ja, doe niet zo moeilijk en probeer het gewoon. En nog zoiets wat daarop lijkt, en ik ook wou proberen, is de make-up remover cloth. Een soort van washandje waar je alleen water op hoeft te doen, waar je je hele make-up mee kan verwijderen en vervolgens in de wasmachine kan doen. Ik dacht, waarom niet? En hier zit er volgens mij één in. Staat er ook niet eens op. Maar voor mij zit hier één in. En dan heb ik hier dus 10 stuks. Dus dan heb ik 11 dingen, dus dat lukt prima voor een week tijd. Dan heb ik gewoon nog een fles Aquarius gekocht. Ik weet niet, ja, gewoon fijn, lekker. Dan ben ik ook nog voor mijn vriend gaan shoppen. Want mijn vriend heeft bij de Action altijd sokken weg. Alleen wat hij heel vaak heeft, hij heeft maar 43, 46. En die zijn zo vaak, zijn ze er niet meer. Dus ik heb nu in wit en in zwart 2 verpakkingen gekocht. Dus dan heeft hij weer 6 zwarte en 6 witte paar sokken. Ik dacht, ja, weet je, laat ik even mama spelen en het voor mijn vriend meenemen, weet je wel. Dus ja, dat. Dus zijn ook alweer 2 euro nog wat. Is ook alweer bijna meer dan 10 euro kwijt voor sokken voor mijn vriend. Dan heb ik een beauty blender gekocht voor de make-up die ik bij mijn vriend heb liggen. Want ik heb nu een kwast die ik daar gebruik. Ook met mijn foundation en zo. Maar ik merk toch dat ik het niet helemaal lekker vind smeren of zo. Dus ik dacht, ik ga gewoon dit kopen. Dan blendt het misschien wat meer uit. Dus die gaat mee naar mijn vriend dit weekend. En dan heb ik nog 1, 2, 3, 4 keer de Beefy Bakehouse Italian Herb Rolls gekocht. Hier zijn mijn vriend en ik helemaal weg van. En ja, ik vind ze gewoon lekker om mee te nemen naar mijn werk. En ik dacht, ik ga ze meenemen. Want dan kan ik, zolang ik nog bij de trekpleister werk, is dit gewoon even in de pauze wat ik snel kan eten. En hoef ik mijn geld niet te besteden aan iets daar. Of nou, niet per se daar, maar aan, weet je, dan hoef ik niet per se dan eten te kopen. Terwijl ik ook iets mee kan nemen van huis. Dus vandaar dat ik daar een aantal van mee heb genomen. En dan heb ik hier het bonnetje van de Action. En ik zal even kijken. De tas was zelf 29 cent of zo. De Beefy Rolls 4 keer 1,50. Dus 5,95 euro. De sneakers sokken. Die waren 11,60 euro in totaal. De make-up reinigingsdoek herbruikbaar was 90 cent. De Aquarius was 99 cent. Statiegeld was 15 cent trouwens. Make-up remover pads, die 10 stuks waren 1,99. De make-up blender was 90 cent. Dus dat is dit kleine dingetje. Dan de Beauty Dip gezichtsmasker vegan was 70 cent en 70 cent, 90 cent en 90 cent. En nog een keer 90 cent.
De douchegel foam was 1,70. De spuitzakken waren 1,30. De bronstelling was 3,30. Dat vind ik oprecht best wel duur. Maar goed. De bruistablet voor mijn zoontje was 99 cent. Insectengel was 1,30 €. De steekbestekken twee keer waren 6,92 € per stuk. De wenskaarten zijn 1 € per stuk, dus 2 €. De Betsy's Nature Armband waren voor 1,30 €. De opblaasbare boot was 2,99, dus 3 €. En de olieflessen waren 1,70 per stuk, dus dat was 3,40 € per stuk. In totaal was ik behoorlijk wat kwijt. Laat ik zeggen 50 € en wat cent. Dat heb ik nog nooit bij de Action gehad. Dat ik zoveel moest betalen. Maar goed, ik heb in elk geval niet alleen maar onzinnige dingen gekocht. En zeker dingen die zeker gebruikt gaan worden. Dus dat. Dus dit was eigenlijk de mini shoplog van weer van iets. Ik merk dat ik de laatste tijd heel veel shoplogs online zet. Omdat ik dan bij mijn werk ben geweest of ik ben weer ergens gaan winkelen. En ik weet niet of jullie het leuk vinden. Dus laat het echt even weten. Vinden jullie het leuk om te zien wat ik koop? Want er zijn best wel veel weergaves. Dus er wordt best wel veel bekeken. Voor mijn doen tenminste. Maar ik weet eigenlijk niet of het ook daadwerkelijk leuk is om te zien. Dus als jullie mij dat zouden willen laten weten, dan kan ik daar rekening mee houden. En als jullie bijvoorbeeld helemaal niks vinden of zeggen van ja, wat boeit mij wat je koopt, dan kan ik mijn tijd ook ergens anders aan spenderen qua video's bedenken. Dan de tijd erin stoppen om een shoplog te maken wat jullie misschien helemaal niet leuk vinden. Want soms film ik een shoplog wel 2 of 3 keer omdat er 1 dingetje fout gaat. En ja, dat is best wel een beetje vervelend. Dus ik hoop dat jullie deze video's wel leuk vinden. Dus laat het even weten. Want dan, als ik ooit weer eens wat heb gewinkeld. Of ooit, het zal wel weer snel zijn. Nee, denk ik niet. Ik ben nu officieel letterlijk blut. Ik kan geen geld meer uitgeven aankomende week. Zal ik het zo zeggen. Dus dat. Maar goed, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Laat in de reactie weten of jij shoplog leuk vindt. Want dan weet ik of ik ermee door moet gaan. Of dat ik beter andere video's kan gaan maken. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel weer bij de volgende video. Doei en bedankt voor het kijken.